Goeiedag dames en heren, ik ben van GarnetJob en ik ga jullie alles uitleggen rondom het isoleren van een Gammarot Volcano pannenboomzorg. We gaan die dus isoleren en ik neem je mee hoe dit traject helemaal te werk gaat. Nou zo, we gaan de Gammarot isoleren. Ik heb wat steentjes verzameld als gewichten voor de Gammarot. De Gammarot dienen we nu we de winterbescherming gaan toepassen, moeten we ervoor zorgen dat het vrij is van onkruid. Want anders gaat ze een willetje en dat willen we niet. We hebben namelijk de Gammarots te overwinteren op een wintervaste manier. We dienen goed te kijken dat we geen luizen aantreffen. Nou, ik zie geen beestjes. De bladeren doen we niks aan. We kunnen wel de kroon een beetje zo naar binnen vouwen. Maar het is niet nodig, want in Nederland zijn de winters niet heel streng. We hebben wel gewichten. Wat gaan we wel doen? We hebben hier op de grond. Hebben wij Franse boomschors. Deze boomschors isoleert de Gammarots, zodat hij ervoor zorgt dat de wortels niet te snel verdrogen en dat de bodem beschermd blijft tegen vorst en overige kouproblemen in de wintermaanden. Deze schors heeft meerdere werkingen. In de lente zorgt het ervoor dat onkruid minder vat krijgt. In de zomer zorgt het ervoor dat de plant niet te snel uitdroogt. In de herfst zorgt deze schors ervoor dat het niet te snel nat wordt, of niet te veel nat althans, want hout absorbeert ook nog een beetje. En in de winter, dat is de periode waar wij nu naartoe gaan, dat is de winterperiode, daarvan gaan we haar inpakken. Het is nog een heel klein plantje, hij is 1 jaar oud. Ik heb hem 1 jaar in mijn bezit, deze prachtige Gammarot Humilis Volcano. Dus het is een echte palmboomsoort, is een echte exotische plant en we gaan haar isoleren. We hebben haar dus bekleed al. Maar zeker een dikke laag, zeker een laag van 5 tot 10 centimeter aan de Franse boomschors. Belangrijk. Nu gaan we haar dus afdekken. We dekken haar af met een antivriesdoek. Deze vriesdoek zorgt ervoor dat de plant beschermd blijft tegen kou, sneeuw en dat soort dergelijke. Het is wel water en wind en lucht doorlaten. Dus hij blijft goed ventileren van binnen, zodat de plant niet gaat schimmelen en dat er geen condens ontstaat. Voor dit soort doeleinden denken mensen vaak, kan je geen noppenfolie gebruiken. Maar nee, voor deze Gammarot kun je geen noppenfolie gebruiken. Waarom? Het is niet luchtig, het laat geen licht door, minder althans dan een vriesdoek. En deze vriesdoek blijft gelukkig ook goed ademen. Deze vriesdoek heb ik op maat gemaakt, zodat hij er prachtig overheen past. Hier hebben wij de vriesdoek en dan gaan we aanspannen. Het kan een heel klusje wezen, want je wil het zo netjes mogelijk natuurlijk. Hè? We willen zo netjes mogelijk te werk gaan. Dan spannen wij deze doek over de Gammarots. Dit is een dubbellaagse doek te hamsneren. Twee laags. Dat houdt in dat de plant extra beschermd is tegen koudproblemen. Aan smalle zijrandjes leggen wij kleine steentjes. Want dan blijft het doek liggen. Daar ook. Zo. We zorgen ervoor dat het wel lekker stevig ligt. Deze vriesdoek te hamsneren. Die zorgt er namelijk voor dat de kou bij de Gammarots wordt voorkomen. Waardoor eigenlijk hij beter beschermd is tegen de kou. Want de Gammarots is wel een hele sterke palm. Maar dat is niet zeker te zeggen dat hij winterhard is. Hij is wel winterhard in Nederland. Maar tot zover natuurlijk, er zijn grenzen. En zo leggen we haar voorzichtig vast. Niet eens even aan de kant. Dan moeten we hem hier spannen. Zien dat hij heel pietje precies past, maar dan ligt hij wel mooi tweelaags. Nou, dat is waar ik voor ga, een tweelaags systeem. Dus we rollen aan de zijkant een beetje op, dat hij wat ruimte behoudt. We zien dus dat we ruimte behouden en we leggen het weer vast met stenen. Deze stenen zorgen ervoor dat hij niet wegwaait. En de vriesdoek, die doet zijn werk. Zo. Hoppatee. Dan leggen wij alles vast, dames en heren. Oeh, hier komt het echt kort. Zie je, nou moeten we gaan spannen. Dan moeten we gaan tossen. Oké, okay, hier heb ik een reis over. Weer een reis over. Hoppatee. Dan hier zou dat ook moeten. Nou, ongeveer. Zo. Zo leggen wij, dames en heren, de hele rand vast. We gaan nog meer stenen pakken. Maar dan moet ik eerst even slepen. Zo, ik heb hier wat tegels. We gebruiken
gebruiken hier tuinresten. En dat zorgt ervoor dat we een goede isolatie behouden. Dan zal er iets op zijn. Aangezien dit randje heel kort is, leggen we die vast tegen de muur met een grote, zware en platte steen. Hoppa. Zo, ben die ook geen kant op. Dan hier zo. Dan nog eentje. Die kleintjes passen mooi op de smalle hoekjes. Hoppa. Zo doen we dat. Dan gaan we alles vast, dames en heren. Door dit vast te leggen, zorg je er ook voor dat de plant beschermd is tegen tocht. Want de gammerops wil graag overwinterd worden op deze manier. Wij spannen dus een heel doek over de gammerop heen. Mooi gespannen, zodat hij mooi beschermd is tegen de koude vorst. Deze doek die laat wind door. Hij isoleert goed. Voorkomt koude temperaturen binnen in de bak. Deze doek zorgt er dus voor dat hier binnenin de temperatuur iets warmer blijft dan de buitentemperatuur. Dus deze doek isoleert goed. En zo overwinteren wij de gammerops. De gammerops wil graag droog overwinterd worden en niet vochtig. Staat ze eenmaal een paar jaar in de volle grond, dan kun je haar prima zo laten staan zoals ze is. Hoef jij niet af te dekken. Het is wel beter, maar het hoeft niet. Want in Nederland vriest het niet meer zo hard. En dat is toch een groot voordeel voor de gammerops. Want in de winter in Nederland, in de binnenstad, vriest het niet harder dan min 10. Dus op zijn maximum. Nou, dat gebeurt bijna niet. Dus wij denken haar alsnog af op deze manier, mocht er wel min 10 komen. Ze is dit jaar geplant. En omdat ze dit jaar geplant is, dienen we haar dus te beschermen tegen de buitentemperaturen. Nou, hier precies hetzelfde verhaal. Tweede gammerops. Ook hier wat stenen. Stoelt ze opzij. Ook hier zo. Hebben wij de gammerops. Ook deze wordt geïsoleerd. Ook hier moeten wij eerst zorgen dat we het onkruid weghalen. Want onkruid wil gaan. Dat wil je niet bij je plant. Die kan alles van tot en al weg te halen. Zodat die mooi schoon is. Voor onkruid. We hebben hier nog een doek. En die gaat er ook overheen. Hoppa. Zo. Dus even passen en meten. Ik wil het zo netjes mogelijk hebben. Zo. Als je het ertussen wilt behangen sneren, dan komt dat een hoop tocht en kantproblemen. En ten tweede ligt hij netjes strak. Zo. Hier even spannen. Oké, hier kan de eerste steen. Zo, we leggen alles vast met steen. Kijk, nu kunnen we er goed bij. Oh, hij is wel wat krapjes. Maar daarvoor leggen wij hem vast met grote, stevige stenen. En geen kleintjes. Hier een grotere, die past mooi op dit randje hier. Zo. Nu leggen wij dus die hele rol netjes opgerold. Want we hebben er ook, normaal gesproken heb je een ris erin en ris je hem dicht. Wij leggen hem er overheen. Want dit, dames en heren, was nou eenmaal een 2,50 meter grote doek. En ik heb dat zelf ingekort, toch wat hij nu is. Wow. Ook netjes naar binnen. Zo. Hier een steen. We willen het zo netjes mogelijk maken in de tuin. Hè? Dus we dienen de doek zo netjes mogelijk op te rollen. Zodat zodat die netjes gespannen ligt. Dan wil je niet een hele flap over de vloer heen hebben. Dus we maken alles netjes weg. Zo voorkom je ook problemen. En ongedierte. Want ongedierte heeft een aantrekkingskracht op de gammerops. Want de gammerops is een prima plek voor muizen om te nestelen. En muizen willen we niet. En daarvoor leggen wij het doeken neer. Zo. Ook nog even. Hoppa, zo doen we dat.
Nou, één zeg. Nou, laten we die hier doen. Hier wil ik er ook één. Hoppa, zo. Nu hebben we ook deze gangenrops ingepakt. Veilig, geïsoleerd dan wel. Zo dekken wij de gangenrops voortaan ook Willis af. Nou mensen. Dit waren dus de info en tips over hoe de gamma erops vulcano te isoleren met antivriesdoek en schors en isolatiemateriaal. Ik zou zeggen, vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechts onder het beeld op het belletje te drukken, zodat je up-to-date blijft voor mijn nieuwste video's. Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze video, ja, hierboven de link. En dan zou ik zeggen, adios, amigos.